Pipo de Clown, Pokémon en de Smurfen. Al 25 jaar verzamelt Paul van den Heuvel allerlei spullen van Nederlandse en buitenlandse jeugdhelden. Nu zit het Mediadrome Museum in de Molenpoort, maar dat is niet waar Paul ooit begon. Ja, 25 jaar geleden openden we onze deuren in uh, dieren. We zijn in Nijmegen terechtgekomen ja, eigenlijk via verschillende omwegen. Toen het museum sloot in 2008, ja, toen zaten we midden in de crisis. Dus ja, dan is alles uh, handig behalve het starten van een museum. Mm -hmm. Dus we hebben even een pauze ingelast uh, totdat we in Nijmegen kwamen. En dan zijn we gewoon begonnen. In een museum staan 5000 items. En dat is pas 1% van alles wat Paul de afgelopen jaren heeft verzameld. Daarom komt er binnenkort extra ruimte. De huidige museum blijft met de winkel, Tante Hani. Mm -hmm. Dat zal wel een ander thema krijgen. Maar we gaan in een andere ruimte in de Molenpoortpassage op ruim 1400 meter. Ja, de wereld van televisie en film realiseren. Ook voor de nieuwe generaties is zo'n expositie interessant. Nou je ziet natuurlijk, en kijk, er bestaat natuurlijk ook al 25 jaar, bijvoorbeeld Pokémon. Mm -hmm. Maar dat blijft doorgaan en er komen steeds weer nieuwe items. Uh, natuurlijk Disney zit ook niet stil met alle nieuwe Marvel-films en alle nieuwe Disney-films. Dus uh, het aanbod van nieuwe items, dat blijft uh, doorgaan. En dingen op YouTube, verzamel je dat ook, bijvoorbeeld spullen van Enzo Knol? Nou ja, kijk, er zijn uh, van YouTube in verhouding is er weinig merchandising. Maar als er, als er dingen van zijn en we komen het tegen, dan hoort dat wel bij de collectie. Paul ziet de toekomst voor zijn museum rooskleurig in. 25 jaar uh, erbij zeker. Kijk, het, het, de popcultuur blijft bestaan en uh, wij groeien daar ook in mee. Dus het is niet alleen het verleden, maar ook het heden, maar ook de nieuwe trends gaan wij uh, aandacht aan besteden.